1 en 2 juli, groot feest, hè? Ja, zeker. We hebben er erg veel zin in. En we hebben vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat is goed gegaan. Enthousiast publiek. En we hopen dat we dat kunnen evenaren. Het is geen race, hè, die motoren. En hoe houdt dat eigenlijk dan in, zo'n festiviteit? Ja. Nou ja, het woord race staat erbij, maar het is eigenlijk meer een demonstratie. Eigenlijk zo moet je het een beetje zien. En het enige race-element wat erin zit, is zo constant mogelijke rondetijden te rijden. En dus het kan best wezen dat de langzaamste persoon, als die het constant rijdt, dat hij met de grootste beker naar huis gaat. Hoeveel deelnemers doen er mee? Zoals we nu zijn, de inschrijving hebben we ongeveer 90 deelnemers. En die zijn verdeeld over 6 groepen. Dus je hebt 6 starts? 6 starts hebben ze. En we hebben eigenlijk motoren vanuit de jaren 60 tot en met halverwege de jaren 90. Zaterdag, hoe laat? Zaterdagavond is een 3-uurs evenement. En die begint om 6 uur begint de training. Voor de mensen om de baan bekend te maken. En de bedoeling is om 6:30 te starten. En dat we dan om 9:30 klaar zijn. Ja, en diezelfde mensen die dan zaterdag starten, die komen ook weer zondag? Nee, dat zijn andere motoren. Dat heet Endurance. En die rijden met lampjes erop. En dat zijn iets zwaardere motoren. Maar die hebben ook een oudere leeftijdsgrens hebben die. Komen er nog bekende motorrijders? Ja, we hebben een groep. Dus Jan Kors weer in de groep. Die zelf vroeger ook gereisd heb. Daar zitten wat oud deelnemers tussen die ook Grand Prix gereden hebben. Net als Kees Kermer. En Jan Kors heeft zelf ook Grand Prix gereden. Hij is de enige deelnemer die op het Ironman in de 125e zee in 1973 als tweede gefinished is. Achter een Honda-coureur, Tony Robb. Fabrieksrijder. Dus ja, dat is toch wel redelijk uniek. En die man heeft 10 jaar lang deelgenomen aan de Daytona 200 in Amerika. Hebben jullie ook de merken bij elkaar gedaan? Het is een mix van een aantal merken bij elkaar. En dat zijn Italiaanse motoren, Japanse motoren en overige Europese motoren. Hey, dat parcours, hè? Hoe lang is dat? Het parcours is 1600 meter. En het heeft namelijk 12 bochten. Dat zijn op verhouding van die 1600 meter zijn dat relatief veel bochten. En ja, goed, dat werd vorig jaar erg gewaardeerd op die manier, het parcours. En dat hebben ze ook goed gedeeld. Was er eigenlijk een leuk fenomeen? Er was een man die was aan het schilderen, die hoorde die motoren en die kwam kijken en is eigenlijk het hele weekend blijven kijken. Ja, die man die zei tegen zijn vrouw, ik hoor een apart geluid. Het klinkt een beetje, en die is op de fiets gestapt. S'avonds om 6:30 en kwam om 22:30 s'avonds kwam hij thuis. En de volgende dag zei hij tegen zijn vrouw, ik ga weer kijken, want ik vond het hartstikke leuk. Hey, en hoeveel publiek verwacht je dit jaar? Nou, we hebben er vorig jaar denk ik op zondag rond de 300-400 gehad. Dus ik denk het was zeker wel 50% meer. Ja, ook vanwege de publiciteit nu? Ook vanwege de publiciteit. We konden er gelukkig dit jaar wat eerder aan beginnen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben overal geflyerd. Alle dorpen een beetje aangegaan in de omgeving. We hebben in de krant gestaan op de voorpagina. Wat heel leuk was. Dus ja, we hopen. Het is enthousiast ontvangen wel op mensen. Je hebt een maatje, Jan Veeken. Ja, Jan Veeken, die ben ik 3 jaar terug tegengekomen. Ik had dit ideetje al wat langer. En ik zei tegen Jan dat ik hem kon. Maar hij kijkt een beetje, hij zegt, ik heb ook wel een vermoeden. En toen heb ik dit voorstel neergelegd. En we zijn een paar keer bij elkaar geweest en we zijn ervoor gegaan. Hoeveel motoren heb je zelf thuis? Thuis heb ik er maar eentje, maar op de zaak staan er een stuk of 14. Dat is gewoon die, stel je toon of wat doe je ermee? Nee, dat is eigen bezit. Hoofdzakelijk Italiaanse motoren zijn het. Welk merk? Hoofdzakelijk Ducati. En er zit ook een Aspest tussen, een tweetakt. Ik heb een paar Maikootjes dan. Ik heb nog een Brommer Rally. Ja, goed. En hoeveel cc? Ik heb dus die Brommer 50 cc tot 851 cc heb ik ze. En waar rij je zelf nu op? Op nummer 22? Nummer 22 en 3,5 Ducati van 1968. Die onderhoud je ook zelf? Ik ben wel een beetje de mechanische man. Dus als je wat een motorblok begeert, dan moet ik wel bij de duvel te biecht. Doe je mee? Ja, ik doe mee in 2 klas als het gaat. Ja. Verwacht je nog een leuke plaats te behalen? Nee, als ik het naar mijn zin heb, dan vind ik het al goed. Ja. Vorig jaar heb ik ook veel gereden. En alleen aan het eind van de dag met kramp naar huis gegaan. Maar goed, dat zit je ervoor over. Uit hoeveel mensen bestaat het comité? Het comité was vorig jaar met z'n 2 en dit jaar hebben we er 2 bij aangetrokken. Dat is Sebastian Beckhoven en Ed Mijn. En dat gaat allemaal goed.